Je kent ze vast wel van de afhaal Chinees, maar ik kan je garanderen dat zelfgemaakte lumpia's nog vele malen lekkerder zijn. Hi, welkom bij weer een nieuwe kookvideo hier bij Betty's Kitchen. De afgelopen weken stond mijn website in het teken van het Chinese nieuwjaar. En ook vandaag heb ik een heerlijk Chinees recept voor jullie. Ik ga namelijk vegetarische lumpia's maken. Wat je daarvoor nodig hebt zijn uiteraard lumpiavellen. Die kun je bij de toko halen, maar je kunt ze inmiddels ook al meebestellen bij de bezorgservice van de grotere supermarkten. Je bewaart het gewoon in de diepvries en dan kun je altijd verse lumpia's maken. En we gaan hem vandaag gaan met de lumpia's vullen met een vegetarische vulling. En die bestaat voornamelijk uit kool, wortel, paprika en bosui. Terwijl de vulling nu staat te koelen, gaan wij verder met de overige voorbereidingen. Ik heb de lumpiavellen uit de diepvries vast laten ontdooien. Nu ga ik het afdekken met een natte keukenpapier, natte theedoek, werkt ook. Want dat voorkomt dat ze dan straks te droog worden om mee te gaan rollen. En we maken een mengsel van geklutst ei en maïzena om de lumpiavellen straks dicht te kunnen plakken. Zo gemakkelijk is het dus om dus zelf lumpia's te maken. Ik heb ze vegetarisch gemaakt, maar je kunt natuurlijk ook een stukje kip of varkensvlees zoals vooraf bakken. Garnalen kan ook. Maak het vast gewoon dat het gaar is en vul daar ook je lumpia's mee. En dit is zo lekker. In de Chinese cultuur weerspiegelen deze lumpia's goudstaven. Tijdens het Chinese nieuwjaar staan ze dan ook zeker op het menu, want het zou je veel voorspoed en rijkdom moeten gaan brengen in het nieuwe jaar. Dus geniet er heerlijk van, want ze zijn super, super lekker. Laat die rijkdom er maar komen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en wil je nog meer Chinese recepten even terugkijken, ga dan even naar mijn website. En ik bekijk gewoon even de posts van de afgelopen 2 weken. Er staat heel veel lekkere inspiratie tussen. Vergeet hieronder niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En abonneer je even op het YouTube kanaal als je nog meer van dit soort receptvideo's wilt terugzien. En ik zie jullie volgende week vrijdag weer. Doeg!